Welkom bij een nieuw programma De Hobby Van. En ja, vandaag hebben we een hele mooie hobby. Want we zijn namelijk in een hele mooie prachtige tuin in Overloon. Maar het wordt niet door de Overloonse bijgehouden. Namelijk door een boksmersen, Jan van der Hark. Welkom bij De Hobby Van. Ja, goeiedag. Jan, een prachtige tuin hier. Hoe is die hobby ontstaan en stellen we seks ver? Ja, hobby, ja, het is van vroeger uit, het is eigenlijk al mijn vak geweest, hovenier. Ja. En ja, ik zeg, dat doe ik al 40 jaar. En ik werk ook al verschillende jaren bij de gemeente Boksmeer, ja. Bij de gemeente werken. En ik woon in de Floralaan, dan heb ik een vrouw, twee kinderen. En ik zit heel veel tijd hier eigenlijk, vooral zaterdag en vrijdag, zeg maar. Dan ben ik hier met de arbeid bezig. Ja. En hier vind ik ook rust? Ja, zonder meer. Ja, ja, dat, ja. Maar hoe kan het dan dat je in Overloon, het komt, gaat natuurlijk niet in Boksmeer, dan heb je toch veel korter mee? Ja, dat moet dan niet te veel zijn. Maar ik wil zeggen, ja, Overloon is toch het mooiste stukje van de gemeente Boksmeer, eigenlijk, met bos en alles. En 10 jaar terug deed de kans zich voor om hier een stuk grond te kopen eigenlijk. En, vooral tegen hier tegen de bosrand. Ja, ja, dus, en dat vinden Boksmeer natuurlijk wel moeilijker. Moeilijker, ja. En daar heb ik toen niet zo heel lang over nagedacht. En dat heb ik toen gekocht. Ja. En, dat was toen een wei met een stalletje erop. En ja, voor lieverlee ben ik daar aan de slag gegaan. Het eerste was de vijver uitgraven. En ja, van de een kwam het ander. Ja. En zo door de jaren heen zien de borderstrijk steeds meer bijgekomen eigenlijk. Dat, ja. Nou weet ik hier weinig. Ik giet wel bloemen, maar ik giet weinig. Wat dat betreft heb ik eigenlijk een naam die me niet toekomt. Maar ik weet heel weinig van planten. Ja. Maar je kunt er natuurlijk hele leuke dingen van vertellen. Ja. Vertel eens wat we hier zien. Ja, als je nou deze border pak, dit is eigenlijk puur een schaduwborder. Dat zegt al tegen de bosrand dan. En ja, het hier al een rand met hostas, die zijn er net uitgebouwd. Hier de mooie anemonen, ja, die kunnen goed 3-4 maanden bloeien. Tot het straks een keer gaat vriezen. En ja, zo vangt het ene de ander op eigenlijk. Daar boven de ligularia. Eens kijken, de leverkruid. En ja, als het een weer uitgebloed is, dan kunnen we de ander weer. Dat, Het is een zeer variërende gedeelte van de tuin wat je ziet. Maar is het dan nog zo dat je moet je nog te schoefelen? Want het zit allemaal voor het helemaal dicht, hè? Ja, nee, maar dan moet je eigenlijk met schoefelen uitblijven. Ja? Dat is weer Tirella en van allerlei spullen. Dan laten we maar gewoon heen groeien. En anders zie je hier en daar gewoon een keer met de hand wat ongoed eruit trekken. Ja, maar dit is een schaduwborder, dat houdt vaak ook in dat het heel matige bloei is. Kijk, daar komen die andere borders met de dahlia's en de andere vastplanten. Ja, dat is veel uitbundiger allemaal eigenlijk. Een schaduwborder is altijd rustig en met kleine bloempjes. En we hadden nog niet echt uitbundige bloei, nee. En ben ik iemand die de praktijk alles snel gaat zetten of denkt hij van tevoren, nou ik ga het zo inrichten? Ja, van de verschillende borders heb ik dan toch wel eerst iets op papier gezet, zeg maar, een beplantingsplan. Ja. Maar veel andere borders, ja, dat doet eigenlijk ook veel op het gevoel eigenlijk. Je kent de planten en je kijkt naar de kleur, hoe dat ze bloeien. De vormen, zeg maar, de grootte en de bladvormen en bladkleuren. En zo stel je dat een beetje samen eigenlijk. Ja, ja, dit is eigenlijk een heel lange laad. Ik denk dat het 80 meter lang is. En dit is een hoofdzaak dahlia's, wat dan ook mijn hobby is. En dit zijn dan eigenlijk een beetje de lila, de roze tinten. Ja. Maar hier en daar wel wat geel ertussen, maar ja, dat moet kunnen. En die bloeien al vanaf half juni, dus sowieso al was 2,5 maand. En die blijven bloeien totdat het de keer gaat vriezen. En dan is het afgelopen. In de ene nacht. Ja, dat is de ene bruine massa en dan is het gedaan. Maar dat kan ik net zo goed half oktober zien of half november. Ja, dat is ieder jaar is dat weer anders. Ja. Maar je hebt ook hier veel snoeiwerk, hè? Ja, dat is natuurlijk wel een punt. Je moet om de 2 dagen moet er toch wel een keer erin lopen om de uitgebloeide bloemen weer te halen. Want dat geeft dan ook weer nieuwe bloei. En, daar ben ik er mooi mee bezig. Ja. Maar ja, ik zeg op het moment, als je erheen loopt en aan het snijden bent, geniet er ook van de tuin eigenlijk. Ja, want je kunt wel heel het rondjes lopen, maar je moet ook gewoon wat doen. Ja. Ja. En dan donker, niet te vergeten hoor, dat is op de moment ook bar. Ja, vooral bijen. We hebben hier heel veel bijen en vlinders. Ja, maar ik heb het gevoel dat dit jaar minder insecten waren. Ja, bijen en hommels, die hebben toch de tuin mooi bevolkt hier. Ja. Ja, ja. Dat doen we dan niet, maar. Nee, dat is geen gebrek aan, nee.
Het is een flinke tuin, want we lopen nog deur. Ook veel gras. Ja, dat moeten we. Ja, ik heb hier eerst op verschillende jaren ponies gehad. En, ja, op zich was dat wel leuk, vooral toen de kinderen klein waren. Maar ja, de hieuw in dat ik onderhand meer die bezig was om het allemaal af te maken met pikdraad, zeg maar, en dan een stroomdraadje. En, ja. Dat ik toch maar besloten heb om de ponies te verkopen, ja. Dat, en dat is nou ook, ja, dan moet je het dan zelf mee, maar ja. Dat is toch aanzienlijk makkelijker, ja. En ja, je houdt het meer heerlijk, hoor. Dat, maar hoeveel uren zit het nou ongemiddeld hier in de week ja, bezig? Toch wel 2 dagen met de oven erbij. Ja? Ja, ja, wel zeker, ja. En is de vrouw ook zo enthousiast? Nou, die vindt het wel leuk, maar die werkt verder niet in de tuin. Die heeft wel zijn eigen... Nee, maar die gaat wel aan met hem. Ja, altijd niet, maar die gaat wel geregeld mee, ja. Ja, dat, ja. En dan samen lekker genieten van de tuin. Ja, zonder meer, ja. En feestjes? Feestjes hebben we veel weten. Pas een barbecue gehouden, ja. Dat, ja. Dat kunnen hier ook heel mooi, ja. Ja. En ja, hier dan ook een beetje opbouw van wat grotere vaste planten. Helianthus en zonnebloem toevallig. En ja, dan de achtergrond van het bospensioen. Ja. Want dat, ja, daar hebben we ook nog allemaal werk mee. Dat is toch ieder jaar in de winter alles boven 2 meter afdoen, de zijkanten, en dan ja, 2 meter eraf. En het zijn allemaal de dergroeiers, het vertelde je af moeten we. Ja, die dahlia's, daar heb ik nog vergeten te zeggen, die moeten dan herfst allemaal weer uit. Hoor. Dat, ja. Want anders ja, dat bevriest een hele handel, dat moet je niet doen. Ja, dat is dan de, ja, de voorschot aan de gang, en dan, wat dan zagen ze ook om de kleuren bij elkaar te houden en de hoogtes. En dan, ja, dan gaat het allemaal op de wagen. Dan ga ik er met een kameraad van mij in Zambik. En daar slokte hij dan op stal, zeg maar. Ja. Maar dat is ook weer zaak dat je dan de luchtvochtigheid goed in de gaten houdt. Dat ja, niet te droog is of niet te nat, want het kan allemaal niet zo heel veel hebben. Jan, je hebt ook een hele mooie, prachtige vijver. Toch? Ja, dat is moeilijk om van de week te zeggen. Hoor. Maar ja. Ik vind het wel een mooie vijver. Maar heb er ook vissen in zitten? Nee, vissen niet. Er zorgt de Rijkerveld dat die er niet in zitten. Nee, dat is niet te doen. Heel veel kikkers, maar ja, die pakt de Rijker trouwens ook. Nee, dat heb ik wel een paar keer geprobeerd, maar ja, dat lukt gewoon nee, niet. Dan moeten we gaas of inspannen. Ja, en dat vind ik dan ook wel jammer. Toch is dat ook niet echt te doen met zo'n grote vijver. Nee, dat is best. Je moet hier toch gewoon hebben van de beplanting. De lisdodden en de lelie en ja, noem maar op. Ja. Kattenstaarten. En dan ja, rondom de border, zeg maar, die bestaat dan eigenlijk ook veel uit het vaste planten. Dus ook veel uit de slangenwortel en de dropplant. Ja, noem maar op, ik zal ze maar niet allemaal opgenomen. Maar, nou, misschien voor de echt geïnteresseerden die de namen niet allemaal weten. Ja, kruiden heb ik ook nog wat in staan. Ja, de Ruta, dat is. Is de kruiden hier? Ja. Ja. En ja, dit is trouwens de dropplant, dat is ook een kruid. En, ja, ik zeg, ik had er al heel veel op, hier soppes. Maar dit ja, is echt een mengeling van heel veel verschillende vaste planten eigenlijk. Ja. Monarda, korenbloem. En hier komen de wilgen zelfs ook, die komen gewoon uit zichzelf. De saailingen, ja, die moeten ze dan weer uittrekken. Want anders, welke zeggen die? Dit zijn allemaal wilgen. Ja, ja. Ja. Als je er niet uittrekt, ja, dan hadden we binnen een week of binnen 4-5 jaar alles, compleet, het, ja. Compleet bos. En dan, maar de riet is denk er wel zelf in gezet, de riet? Nee, ook niet. Dat komt dan maar gewoon spontaan. Mooi, maar ja, dan heb ik eigenlijk meer werk om het eruit te houden dan erin. Want dat is precies hetzelfde verhaal. Dat, ja, een beetje mag er toch wel in? Een beetje wel, ja. Maar niet te veel. Nee, dat klopt. Dat komt toch vanzelf iedere keer weer terug. Ja, dat, Kijk, er staat wel in zitten. Ja, die klopt. En dit jaar valt met mijn andere jongen, dan is dat toch een brul van je wel. Dat wordt echt niet goed. Iedere dan moet er eigenlijk komen. Ja, dat wel, ja. Dat is eruit te vissen. En die is ook een hele aparte plant, hè? Ja, dus ja, ook de kant die, Amarant is de Latijnse naam. Ja. En maar die zaait zich heel makkelijk eigenlijk, die komt nu daar ook overal tegen. Ja. Dat, maar ik vind zelf ook een hele mooie plant eigenlijk, ook als achtergrond. Ja, die valt meteen op tussen de andere. Ja. Een hele aparte vorm. In combinatie met die dahlia, die preference. Ja. Vind je eigenlijk die van het jaar het mooist? Of, Ja, de herfst vind ik ook wel deze charme hebben eigenlijk. Dat, kijk, in de winter is hier gewoon niks te doen. Dan is, ja, dan is het gewoon allemaal vlak eigenlijk. Want, de vaste planten zijn allemaal afgestorven, de dahlia's zijn eruit en dan is hier niet echt veel te zoeken. Alleen ja, de coniferen en heesters. Een hele andere gedeelte van de tuin valt me ook op die appelbomen. Hè? Ja. Die stonden er al of heb je die zelf gedaan? Nee, die heb ik zelf geplant. Ik denk ja, een jaar of 7 terug. En ja, nou, dit jaar hebben ze best goed gedragen. Ja. De prumen en peren en ja, dan komen de appels dan. Ja. 5 verschillende soorten. Dit was eigenlijk
oorspronkelijk de moestuin. Maar ja, dat ging hier eigenlijk toch al een beetje minder, de groente, zeg maar. En dan ben ik nu een beetje aan het experimenteren met mijn eenjarige planten. Eigenlijk. Dus die ik in het verjaar zaait en dan een aantal keer uitplant. En ja, er zijn verschillende die hebben het heel goed gedaan, maar sommige ook minder. Ja, dat houdt het toch altijd, ja. Een heel mooie bankje, als we hier van de bank zitten, want het is al niet voor niks neergezet. Daar hadden een prachtig zicht over het tweede gedeelte van de tuin, zeg maar. Hè. Ja, dat klopt, dat heb je goed gezien. Ja, dat een hele andere aanblik zonder water. Ja. Daar hebben we weer prachtige bewaarders te liggen. Ja, ja. Vertel. Ja, net al gezegd, de bank heb ik er ja, bewust een beetje neergezet. Dat je dan toch ja, links op kijkt en rechts die ronding. Ja. En links die border, ja, dat bestel ik wel veel uit roze en lila kleurige dahlia's, zeg maar. Met op de achtergrond het gele van ja, de heliantus en een rietsoort en ja, noem maar op, van alles wat. En hier bleef de... Ja, je hebt bewust gekozen, je hebt wat voor zachtere kleuren hier. Ja, dat is vaak ook wel een beetje toeval dat je denkt, oh, ook hier die roze tinten ga ik doen. Ja. En een dag verderop, daar heb ik echt wel een beetje de harde kleuren, dat rood en dat. En dan dit, deze cirkel, ja, daar bestaat eigenlijk wel heel veel uit vaste planten op dit noorden, want dat zijn dan weer leeuwbekjes. Ja. En dan hier de kattenstaarten weer. De kattenstaarten zien erover terugkomen, hè? Ja, dat klopt. Ja. Dat is ook een, dat lijkt een heel moeilijk ding, maar die zaait zichzelf uit gewoon. Dat komt volgend jaar gewoon op alle plaatsen weer terug. En dan ja, die grootsbloemen, toevallig zitten er een paar bloemen. Die zitten ook door de hele tuin in. Welke bies ja, is goed aan? Ja, die oranje. Ja, dat is nog niet oranje. Oranje, ja. Maar die, als je, ja, vooral twee maanden geleden, dat was één. Eén bloemenzee, ja. En dat is dan oranje en geel. Dat, ja. En hier hadden we wel de Echinacea, dat is ook zijn homeopathische. Dat is ook een mooie plantje, ja. Plant, ja. Die... Hele pert. En door de slangenwortel. Slangenwortel, dropplant. En daarachter weer de grieze plant, dat is de Artemisia. Dat is ja, een mooie plant om hem op te vullen. Ja, het is vooral die combinatie die je dan moet maken. Ja, ja. Dat doe ik zelf. En als je niet tevreden zit, haalt het wel eruit? Ja, dan moeten we dan een beetje onthouden en dan een herfst gaat hij zeggen, oh, dat gaat eruit en dan zetten we ergens. Ja, maar je laat het wel staan? Nou nee, liefst toch wel verplaatsen eigenlijk. Ja, dan kun je ook schuren, want dat is een Echinacea ook, daar kun je een herfst eigenlijk drie of vier planten van maken. Dat, ja, en die planten ook al, die slangenwortel en die dropplanten, ja. Maar dat is dat wel makkelijk. Maar, ja, kan, dus. Maar kan die tuin zichzelf... bekosten, met andere woorden, moet je wel elke keer nog planten bij kopen? Of? Ja, maar dat valt eigenlijk wel mee. Dat is geen honderden euro's. Nou, dat is dan een goede koop, hobby. Ja, dat valt eigenlijk wel. Nee, dat klopt, ja. En ja, voorheen had ik een kwekerij, daar had ik nog wel wat planten van. En, maar die vaste planten, dat valt allemaal wel mee. En, als je die eenmaal hebt, hoef je eigenlijk maar één plant nodig. En, of een paar, en die scheurde wel, gaat er zo over 10. Ja, het, En kan je ook wel eens naar andere tuinen kijken? Ja, de laatste jaar niet meer, maar dat heb ik wel heel veel gedaan. Ja. En, ik ben verschillende keer in Engeland geweest, die bekende tuinen dan. Mm-hmm. En, is die mooi? Ja, die zijn heel mooi, ja. Ja. Vooral Zuid-Engeland. Ja, daar liggen heel veel. Daar kun je zo een week of twee weken rondreizen van tuin naar tuin. Ja. Ja, dat, dat is onvoorstelbaar. Ja. En Apaterno vind je het toch? Nou, dat is ook. Ja, ik vind altijd, daar ben ik daar ook heel vaak geweest. Dat is heel mooi, maar. Ja, op een keer, op het laatste heb ik al dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Nee. Je ziet zoveel. En, ja, en ook heel goed aangelegde tuinen, ook van bekende tuinarchitecten. Maar je ziet eigenlijk wel te veel, vind ik. Ja. Dat, ja. Het is gewoon geweldig allemaal, dat gaat niet over. Maar kopieer je dan wat ooit? Nee, dat... Dat niet? Het is niet dat je naar de tuin gaat kijken om je wel ideeën op te doen, maar je gaat het niet precies namaken. Nee, dat niet. Dat, nee, je wilt toch gewoon zelf... Die moet je zelf hebben eigenlijk. Hoor. Dat, ja. Maar hier liep ook heel mooi om tussen wandelen, hè? Want hier staat het best wel hoog, hè? Ja, dat klopt. Dat gaat aan de achtergrond van die Uizenhaag en dan hier ook weer die heliantus, die gele bloemen. En dan ja, de opbouw van de dahlia's. Dat is echt mooi om te zien, ja. Want ja, dan moet je ook een tuin hebben die tegen de heg aan lid, hè? Ja, dat klopt. Dat, zeggen ze altijd tuin, ja, daar komt het woord vanaf, van omtuinen eigenlijk, ja. Daar komt het woord tuin vanaf. En dat is ook, ik bedoel, stel hier gewoon achter de weg zat, ja, dan was die borden gewoon niks eigenlijk. Dat, ja. Maar gewoon door die groene achtergrond, dat maakt het mooi eigenlijk. Ja. Ja, dat, en ook, ja, hier ook weer die combinatie van, ja, dat is dan weer een vieze steeg, ja. Die hoort er dan eigenlijk wel niet toe, als je die weer aan mijn kleur, hè. Maar ja, ja. Dat moet dan maar meuk. Ja. Ja.
En ja, dan verderop dat ook. Allemaal, het is ontzettend massaal alles, hè? Ja, ja. Het liefst eigenlijk toch allemaal dicht zit, of niet? Ja, dat valt dit jaar reuze mee omdat het één pakket bloemen of planten is. Ze steunen op elkaar eigenlijk. Het, ja. Stel dat het allemaal individuele planten waren, dan moesten gelders een hoop steunen erbij zetten. En dit hangt toch eigenlijk allemaal een beetje, ja, aan elkaar, vooral die hoek zo. Dat is wel fijn, want je gaat wel dat de bloemen afzonderlijk afbreken, maar ja, dat... Dat gebeurt dan toch ooit, hè. Ja. Want de laatste keer met die flinke regenbuien, hebben ze er wat van gelegen? Ja, daar liggen ze nogal wat, ja. Ja, daar gaan ze gauw aan het rotten eigenlijk, hoor. Maar ja, die snijden dan maar weer uit en dan... Heel veel werk, ja. Ja, maar ja, dat is net wat ik zeg, dat is mooi werk om te doen eigenlijk, want je ziet toch dan met die planten bezig en... Ja. Nee, ik heb er niet direct een hek aan, want ja, anders moest ik iets anders een ander hoopje zieken. Maar je zit al 10 jaar hier. Ja. We hadden vooral het eerste jaar gedaan, want dat liet me natuurlijk. We moesten hem het goed inrichten. Ja, net toen ben ik met de 5 begonnen en die 2 lellen, zeg maar, die geboren borders, ja, hier en dan in de nachtstuin. Dat was eigenlijk de opzet. En van Duits ben ik eigenlijk weer duurbreider gegaan, zeg maar. Dit is eigenlijk veel jaar nog bijgekomen, want toen die pony's dan opgeruimd had, toen had ik ook wel meer mogelijkheden. En anders even de vrees erin en planten, want we zouden niet zeggen, maar dit is eigenlijk iets van een half jaar, zo hard had het dan gegroeid. In een half jaar tijd, zeg maar, vanaf april, half april. Ja. Dat is nou eens mais, dat groeit in een jaar ook 3 meter, of in een seizoen. Maar is het nou tevredenheid of hebben we nog wensen? Ja, je blijft toch steeds bezig eigenlijk. Want dat is ook het mooie eraan eigenlijk, dat je weer borders erbij maakt of of verbeteren, de kleuren. Nou hadden af en toe dat er nog wat lila tinten bij zitten. Ja, dat er volgend jaar weg is. En hier een open stukje, hè? Ja, dat is weer de bosrand. Ja, oké, ik zei dat laten we zo. Ja, maar dat is ook niet zo heel veel mogelijkheid. Het is ook een binnenkomst van het pad, hè? Ja, precies. En het zit nou dicht, dus dat is het best een mooi lood, hè? Ja. Nee, dat is natuurlijk ideaal. Maar dat je aan die gemeentebossen sluit, eigenlijk. Want ik weet niet hoeveel 100 hectare dat er is. Dat loopt zo mooi deur eigenlijk dan. Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat je hier echt rust. Ja, dat is zonder meer. Het is altijd een auto die voorbij hier komen, maar... Ja, nee, ik kan heel goed de hele dag zien, van smerzaag tot zomerzaag, bij wijze van spreken. Gewoon nog wel iedere avond naar huis, dat wel. Dat is niet dat ik hier... Ik ga er net geen bedje neerzetten. Nee. Ja. Nee, maar dat is ook het mooie eraan. Het is iedere keer weer vakantie hier, ja. Maar heb je een tuin vooral met andere mensen te delen? Of... ik vind het hartstikke mooi. Ik vind het best wel leuk als mensen komen en zo. Maar ik zou niet dat aldaag een hoop volk. Nee. Maar als mensen boord zijn, ik zou dat wel eens willen zien. Dan, dat kan dat? Kan altijd. Dan moet ik zelf bellen. Ja, dat, ik zeg vrijdag zondag ben ik eigenlijk een staat hier. Maar wel lekker van tevoren bellen. Ja. Lekker wet als ze komen. Ja, of gewoon zeg, als de poort los is, dan... Dan mag het ook. Ja. Nou ja, goed, kijkers. Heb je interesse om bij Jan in de tuin te kijken? Laat hem even weten. En ze zijn altijd welkom, hè? Ja. Er moeten geen duizend mensen terugkomen, hè? Want dan nee, de rust moet wel... wat wel geven. Ja, anders gaat de pot alsnog dicht, hè? Zo is dat. Ja, dat is de halve makkelijk, ja. Het is ook een mooi laantje hier, hè? Ja, dat verbindt dan eigenlijk weer de achtertuin met de veertuin eigenlijk. Ja. Noem het maar zo de Florenlaan. De Florenlaan. Ja, het is hier best vochtig, nat. Ja, dus... De zon komt niet veel hier, hè? Nee, zeg maar niet. Nee. Die komt hier... Maar vind je best wel mooi. Dit is cornus. Aparte vruchten dit, ja. Maar je ziet ook best mosters. Ja, dat klopt. En dan staat ook na dat het huis niet ruikt, hè? Nee, dat klopt. Dat heb je goed gezien, ja. Dat is toch altijd een teken van schaduw, ja. Schaduw of, Maar hier hoef je weinig aan te doen, denk ik. Of zie ik daar helemaal mis? Nou, die lage planten niet alleen. Ja, de bossen, dat moet van de herfst of van de winter moet dan weer goed aangepakt worden. Maar de planten zie je het naar zon, dat knipt er gewoon boven de grond af. En dan weer een bamboesoort, een grassoort, de slangenwortel. Ja, een heel apart blad, hè? Ja, meer die Cyprinus van zebra-achtig. Ja. Kijk eens zo'n tuinprogramma's eens roffelen en de kinderen ook nog? Oh ja, die kijken we nog eens ooit naar. Tenminste, de laatste ben ik weer aan het kijken. Die programma's vinden we leuk.
Ja, al, ja dat moet ik erbij zeggen. Hij had een goede vakman, maar ja, ik vind toch nog altijd hoe dicht hij die planten allemaal op. Ja, dat wel. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk puur... doet alles, Rob doet alles vol, hè? Ja, maar dat is ja, puur de show natuurlijk voor het programma, denk ik. Maar is niet slim, wil ik zeggen. Ja, voor het programma wel. Nee, maar bedoel, de mouwen vol te doen. Nee, dat heeft geen zin eigenlijk. De meeste vaste planten, als je die, ja, ik noem het 5-6 op een meter zet, dat is meer dan zat hoe daar geen 30 op te zetten. Ja, maar ja, Rob moet verkopen. Ja, dat is een programma's. Dat is gewoon weer kanslaag. Zeggen we ja, over 2 jaar is dat mooi. Dat moet meteen mooi zien. Ja, nee. Nee, dat is. Die planten die groeien nu van heb ik je ouder. Ja, dat gaat ook naar een ander hobby. Daar gaan we nou nog extra kijken. Oh, ja. Dat was me ook wel verrast dat je dat nog deed. Maar eigenlijk doet het wel een beetje bezig aan tuin, hè, om iets ja, te doen. Ja, dat klopt. Ja. Dat, goed, dan gaan we kijken wat het is. Ja, dat is mooi. Ja, een ander hobby. Ja, dat huurt eigenlijk bezig aan tuin, hè, wat ik al zei. Dat is schilderen, hoor. Ja, dat klopt. Dat zijn dingen die bij elkaar huren, kleuren. Dat kleuren van de planten en dan in de winterdag. Want hier hangt ze mooi om te schilderen. Ja. Het is niet alleen een schilder, maar er zit een peur op. Ja, dat klopt. Dan gaat eerst straks met de peurspuit aan de gang en dan zakelen we het terug en dan kieken we het wordt. Ja, en we staan een ver plattegrond van de tuin? Nee, dat zit geen logica in. Nee. Het is puur abstract, zeg maar. Dat is ook werk ik zo'n beetje doe je binnen ook. En, het flirt gewoon wat op. Ja, het is gewoon een beetje spul met kleur eigenlijk. Of vormen. Ja. Want hier binnen hebben we nog van alles hangen? Ja, dat kunnen we. Dat wordt echt kieken. Nou, dat is echt kieken hoe je binnen het hangen, want ik denk... dat het toch beter bewaard wordt als buiten, hè? Ja, dat klopt. Liever toch iets langer goed, ja. Mooi huisje, Jan, hier. Mooi huisje. Mooi klein huisje. Een klein huisje, ja, dat klopt, ja. Dat moet ook af en toe binnen zien. Ja, je moet er af en toe kunnen schuilen, hè? Wel heel veel buiten, maar af en toe moet het toch willen. En dan zijn we helemaal bezig, hè? Ja, het allemaal abstract schilderen. Eigenlijk allemaal abstract, ja. Dat hoe dat dan uitkomt en op een bepaald moment zeggen we, ja, daar is het. Ja. Op bepaalde dingen, ja, daar is het nooit. En wat let je dan op? Ja, eigenlijk puur over de kleuren en dan een beetje de vormen eigenlijk. Het is ook niet echt dat ik een echte kunstschilder ben, maar ik ben er gewoon leuk mee bezig. Daar zijn wat hardere kleuren. Ja. Het is... Dat wordt mijn eigen hoofdstel. De kleuren eigenlijk. Dit is dan weer een soort landschap eigenlijk. Wat, Maar het moet eruit uitspringen. Ja, dat liefst wel, ja. En dan liefst met harde kleuren. Ja, je ziet eigenlijk maar weinig... zachte kleuren. De zachte, denk ik. Ja. Maar schilder je hier binnen of ga je hele buiten hier zitten en... De meeste, als ik het dan doe, dan is het toch winterdag eigenlijk. En dan... dan ben ik toch vanzelfsprekend hier binnen, ja. Dan ben ik dan over de gang en ooit morgen niet. En vooral een zomerdag, dan heb ik eigenlijk alleen maar geen tijd voor. Maar ik vind het gewoon leuk om te doen. Door het hele felle rood links boven. Ja. Ja. Heb je cursussen gehad dan? Nee, ja, ik ben van u is dat wel het tuinontwerp, dus het tekenen op zich heb ik dat wel heel veel gedaan. En ook toen dat het inkleuren van de tuinontwerpen en zo. Ja. Kijk eens, ze weten ook nog op telefoon te vinden. Ja. Zijn we gewoon niet. En wat is uw laatste kunstwerk? Ja, dat is eigenlijk wat buiten hangt. Ja, dat hebben we net gezien. Ja, dat is het laatste. We willen meer gaan doen dan. Ja, maar die peur, daar hadden we nog wel wat mogelijkheden mee. Ja. Er komt een paar spuitbussen spullen en hij gaat maar aan de gang eigenlijk. En je ziet wel hoe dat uitpakt. En dan wat mooie kleuren geven. En verder is het is hartstikke licht eigenlijk. Hoor. Ja. Je kunt ook zo gewoon de muur hangen. Ik bedoel, je kunt wel iets meer specie of maar dan. Dat is toch een heel ander verhaal. Ja, maar je haalt het hier. Je neemt het niet meer in huis. Nou, ik heb thuis ook wel dingen aan, dat klopt. Ik heb overal wel... Je hebt nog groente hier in het huis, ja, precies. En daarom ben ik ook maar tegen het plafond aan het kan weer allemaal mee. Kan goed, ja. Dat is wel leuk. Mooi gezellig gemaakt zo. Ja. Goed, Jan, ik vond het hartstikke gezellig met jou te praten hier. Over een tuin, over een hobby, over een passie. Ja, dat was insgelijk. Ik heb het ook heel mooi gevonden, ja. Want het komt... het komt wel vaak ver, maar... als ik overdag al mijn tuin bezig ziet en dan nog als hobby dat ook nog een keer heb. Ja. Ja, hoe gek kunnen dan op bloemen en planten zitten? Nee, dat klopt. Ja, dus overdag ben ik niet altijd met planten bezig. Ja. Want het is ook voor het civiel werk bij de gemeente. Maar dit is een hele mooie afleiding. Ja, dat kunnen heel lang volhouden. Ja, en het is gezond, hè? Ja, zonder meer. Ja, dan hier in die bossen van Overloon, ja, dan nog meer. Gezonde lucht. Nee, ik hoop er nog heel lang te doen, ja. Ja, bedankt dat we hier mogen kijken. Ja. Ik zou zeggen, heel veel plezier aan de tuin. Blijf het gezellig doen.
Ja, dat klopt. Ik zeg, je hebt het ook heel mooi gevonden wat je gedaan hebt. Heb ik graag gedaan. Ja, ik heb het ook heel mooi gevonden, ja. Dus, Oké, dit was het weer, de hobby van, met een prachtige tuin van Jan. Heb je nou zelf ook een prachtige hobby of een heel mooie verzameling? Ik zou zeggen, laat het even weer de blos weten. En wie weet, komen we bij jou langs. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken en graag tot een andere keer. Houdoe!